de naaktfoto's nog net niet, maar dit was de absolute topfoto die ze voor de voorkant hebben genomen. Ik had toch die naaktschaatsfoto genomen van Casey, maar eindelijk, nou, volgens mij 65 jaar, is dan de biografie, het epos van Casey Kerk, Arthur Casey, klaar, daar staat Art. Fashionably late, in ieder geval liet hij altijd al op zich wachten en hield Kees Kerk hem volop in het geheel. En we gaan eens even navragen wat Art voor Kees heeft betekend en Kees voor Art. Gaan we erachter, hier op die befaamde Puttershoekse Jeu de Boel, annex, stieler en schaatsbaan. Wel een slechte pen hoor. Dank u wel. Je schrijft heel dun. Hey. Die ken ik helemaal niet. Oude Vlommen. Hoe is met die oude Vlommen? Heb je ook in Fieners gestaan? Heb je ook in Fieners gestaan? Nee, gewoon. U hebt ze allebei uit elkaar gehaald. Wij stonden vlakbij aan. Ja. Wij vlak bij aan. Ja. Meneer Vlommen. Kijk dan. Even bij de gouden speld. Ja. De gouden speld die u nooit hebt gekregen, meneer Vlommen. Ah, hij is er nog. Nee, daarom. Hey. Meneer Schenk. Natuurlijk. Hoe belangrijk is dat boek van Kees nou uiteindelijk een keer gekomen is? Kun je eerst even voorstellen wie je bent? Ik ben van RTV Rijnmond. Ik ben de vlogger van dienst. Ik hoef me nauwelijks voor te stellen, want ik stel niet zoveel voor. Oké, nee, maar dan weet ik een beetje in wat voor microfoontje ik praat. Maar eventjes, het boek van Kees, dat heeft veel te lang op zich laten wachten. Of bent u bang dat het een slaapverwekkend slaapmiddel is? Ik weet het niet. Daar heb ik weinig mee te maken. Het is zo dat hij, denk ik, donders blij mag zijn dat het uiteindelijk nog gebeurd is. Als ik hoor hoe het uiteindelijk tot stand gekomen is, van op de camping nog even een tijdje nazitten. En uiteindelijk kwam er iemand die zei van, nou, ik wil wel een boek voor je maken. Dus hij mag hartstikke blij zijn dat er nog zo'n mooi boek uitgekomen is. Wat voor mij veel belangrijker was, hij heeft mij gewoon leren trainen. Want ik was in die zin een beetje een luie donder. En hij heeft me geleerd om gewoon drie keer achter elkaar 30 rondjes diep te zitten. Pijn in mijn poten te krijgen en gewoon doorgaan. Dat en heeft thuis stoel omhoog te klimmen. Ja, precies. Allemaal trainingstactieken die door de beugel, door de teugel konden, of had u ze uw bedenkingen erbij? Nee, dat waren allemaal hele eerlijke. Ik bedoel, ik weet niet of je hier en daar wat filmpjes en foto's gezien hebt. Maar wij hadden hele eigen oefeningen bedacht. En die waren ook een beetje van Kees afgekeken, want die was er echt mee bezig.